Goedemiddag allemaal. Nog een paar uurtjes slapen straks en een morgen vroeg, ik denk een uur of half zeven, kwart over zes, als we weggaan, op naar Denemarken te vissen. De camper is ingeladen, we hebben de hengels erin, de boodschappen erin. De jongens pakken morgen hun tas dan nog in en misschien nog een kleinigheidje. En dan rijden we morgen. Het zal geen heel mooi weer worden, geloof ik, zeggen ze. Maar het zou vandaag ook de hele dag regenen. Nou, nog praktisch geen regen gehad. Dus dat hopen dat morgen meevalt. Ik zal de voorruit nog wel even schoonmaken zometeen. Die had ik 2 weken terug al helemaal schoon, maar ja, die is wel weer beregend de laatste dagen. Maar jullie kunnen ons weer volgen. Wij gaan morgen weer voor een hele week te vissen op Forel. Gaan in ieder geval eerst, ik denk dat we de hele week erheen gaan. Riebe, maar dat hangt ook van het weer af en van de vis. Maar dan vinden wij een heel mooi plek. Storkesoen, zoiets, vreemde naam. Nou ja, het is Deens. Zoek het maar op, maar je kan ons ook volgen. Dan zie je het wel. Dus vorig jaar, we komen er al jaren, daar gaan we morgen heen en dan hopen we zaterdag te kunnen vissen. En zondag en maandag en dinsdag. En we gaan, als het goed is, volgende week zaterdag weer naar huis. Dan zijn we mooi paas zondag en paas maandag weer thuis bij de vrouwtjes. Jullie zullen het zien. Ik zal even de hengeltjes laten zien. En dan, ja, het vervolg komt. Nou, hier in onze douchekabine is nu een opslagplaats voor hengels. En de garage achterin staat ook vol. Nou, en de dubbele bodem zitten de boodschappen en het drinken van de camper. Alles gevuld. Dus ja, het vooruit is nog smerig, jongens. Die ga ik even schoonmaken. Ik heb net de tomtom even ingesteld hoe ik dat morgen vroeg niet zou doen. Nu het vooruit nog even, dat zag ik nog. Het is nu in ieder geval mooi weer. We hopen dat het morgen ook zo is en volgende week ook. Jullie kunnen ons volgen. TV'tje morgen aan. Ga ik ook weer uit. Dit wordt de eerste rit trouwens van dit jaar. Anders zijn we altijd al weg geweest. Maar door het slechte weer zijn we nog niet op pad geweest. Even zien. Oh. Er zit een beest in, die ga ik er nog even uithalen. Nou, jullie zullen het zien. Nou, zullen jullie zien. De garage is ook vol. Klein vriezertje erin. Ik kan gebruiken als koeling of als vriezer. Hopen dat hij vol weer meegaat met vis. Hoop dat we er te weinig hebben. Nou, wil je ons volgen? We zijn dus volgende week, ik denk, als het internet goed is, elke dag wel een klein filmpje. Ik maak geen grote, kleine, want we willen ook vissen. Dus, ik zeg jullie allemaal, ontmoet, tot in Denemarken en misschien onderweg. Morgen, ahoi.